je leuk te kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Eva en zoals je kan zien heb ik mijn voorraadkast even helemaal leeggetrokken en helemaal schoongemaakt weer. Want één keer in de zoveel tijd moet dat gewoon gebeuren. En eens even gekeken wat er over datum is en al dat soort zaken. Dus ik ga hem inruimen en ik dacht misschien vinden jullie het leuk om mee te kijken. Misschien geeft het inspiratie, misschien denk je jeetje waarom heb je dat in je voorraad. Ja, dus dat. Let's start. Ik ga jullie hier neerzetten. Oh ja, en het lampje gaat hier automatisch. Dus ik weet niet hoe irritant dat gaat zijn. Dat hij steeds aan en uit gaat. Ik denk dat ik hiermee ga beginnen. Met de kleine kast. En daar heb ik altijd allemaal kleine blikjes in. Met boontjes en linzen en al dat soort zaken. Dus laten we daarmee starten. En ook grotere potten. Voor het geval dat. En linzen. En nog een pot met biologische boontjes. En zongedroogde tomaten. Oh, wil ik die wel daar hebben? Nee, die wil ik niet daar hebben. Dus die ga ik er daar even neerzetten. Bruine bonen. En een blik tomaten. Maar die doe ik aan de onderkant. Vind ik wat makkelijker. En een groot blik ananas voor de zomer. Een blik kokos. En artisjokkenharten. En een mais. Een groot blik jackfruit waarvan ik nog geen idee heb wat ik daarmee ga doen. Doepertjes. Ik weet niet of het leesbaar is. En appelmoes. En het is bijna feestdagen, dus ik heb ook allerlei zoutjes in huis. En ga die hier doen. Ga die hier. Anders kan ik mijn kont niet keren. Ik heb per ongeluk 2 grote flessen met olijfolie. Waarvan allebei een stukje uit is, dat is niet heel handig. En het is niet zo dat ik die nou heel vaak gebruik. Dus die gaan helemaal achterin. Een pot pindasaus. Ik heb altijd wraps op voorraad. Met bijpassende sausjes. Want dat vind ik makkelijk. En ik vind dat deze daar ook bij moet, mag. Oh, dit is helemaal niet te zien, hè? Dus dit. Tarwebloem. En aangezien ik niet zoveel bak, mag dat redelijk achterin, want ik heb daar momenteel gewoon geen tijd voor. Gewoon een zelfrijzend bakmeel en gewone bloem. Havermout op voorraad en daar hoort ook mijn meel bij voor de pannenkoeken en daar horen ook afbakbroodjes bij, net als pastasausen en couscous. Popcorn en chippies. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. En ook notenpasta voor de lekkers. Allemaal verschillende soorten noedels. En die gaan helemaal bovenop in het achterste pak. Oh, bye. En dan onderin heb ik allemaal verschillende yogi thee op voorraad.
Bij de Albert Heijn was vorige week de amandeldrink in de aanbieding. Voor een euro, dus daar heb ik ook een hele voorraad van. En ik heb nog een groot pak rijstwafels. En nog de laatste twee blokken Tony Chocoloni met gember en citroen. Die is niet meer te verkrijgen, helaas pindakaas. En nog wat Oreo's. Ik heb nog een kleine amandelmelk van een event. En ik heb nog uit Spanje meegenomen nog wat kleine pakjes drinken. En nog een laatste watertje. En een laatste blikje had ik van de zomer gekocht. Maar die heb ik ook nog steeds niet gebruikt, dus blijft ook in de voorraad. Dit is het eindresultaat. Hopelijk geeft hij ideeën. Hierbij zitten natuurlijk niet mijn aardappels, mijn rijst en dat soort dingen, want dat heb ik gewoon in mijn keukentje liggen. Maar dit zijn echt gewoon de dingen die ik gewoon op voorraad wil hebben voor het geval dat. Ja. Heb je vragen, opmerkingen, andere dingen, laat het natuurlijk weer beneden achter. En hopelijk zie ik je in de volgende video. Hoi!